De Surinaamse luchtvaartmaatschappij probeert op verschillende manieren het hoofd boven water te houden. Directeur Paul De Haan zei gisteren tegen journalisten dat er alles aan gedaan wordt om het bedrijf staande te houden. De SLM heeft verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de salarissen van het personeel aan het eind van de maand gegarandeerd zijn. De Haan had het vorig jaar aangegeven dat het bedrijf elke maand $2 miljoen nodig heeft om te overleven. Steven Samson, voorzitter van de Bond Personeel SLM, zegt dat er wordt gesproken over een herstelplan, maar de bond noch het personeel hebben er inzage in gehad. En die opmerking is geweest dat SLM zonder de efficiëntiemaatregelen die we doorgevoerd hebben afgelopen jaar, dat we eigenlijk elke maand tussen de 1 en 2 miljoen tekort komen. Dus dat betekent dat je of 1 of 2 miljoen moet storten in SLM, of dat je op een andere manier die kosten omlaag moet gaan brengen. Nou, we hebben natuurlijk afscheid genomen met FUT en een vrijwillig vertrekregeling van een groot deel van het personeel. We hebben het netwerk aangepast. We zijn nu aan het kijken naar een vliegtuig dat beter past bij de routes die we vliegen. Een eigen vliegtuig weer in de vloot, niet alleen voor de regio, maar ook voor de Mid-Atlantische route. En dan wordt die cashbehoefte die er elke maand nodig is, dat wordt een stuk kleiner. De aandeelhouder wil dat de SLM zichzelf moet bedruipen. Maar als we in de wereld kijken, KLM heeft overheidssteun gehad. SLM heeft geen overheidssteun gehad. Dus dan begrijpt u dat SLM het moeilijk gaat hebben, ja. Dus ik roep bij deze de overheid op om een financiële injectie te geven aan de SLM. En verantwoordelijkheid nemen. En nogmaals, meneer Blankendaal. En ik roep ook het reizend publiek op om het vertrouwen niet te verliezen in de SLM. Toch? Want het is van ons, het is van Suriname, dus het reizend publiek. Mensen, verlies het vertrouwen niet in onze national carrier. Een van de plannen van de directie is het verzelfstandigen van de units binnen de SLM, zegt De Haan. Ondervoorzitter Jermaine Kerk geeft aan dat de bond niet snapt wat de directie daarmee bedoelt. Laat me uitleggen welke kant we wel op gaan. Wat ik zojuist vertelde is dat we de business units, de Sur Air bedrijven, die moeten verzelfstandigd worden. We moeten goed kijken wat er gebeurt binnen de SLM. Hoe kunnen we met de kosten omgaan? Hoe gaan we de inkomsten vergroten? En dat is waar we op focussen. En of dat nu een doorstart is of een business rationaliseringsslag, hoe je het wilt noemen. Ik denk dat de tijd zal leren wat het uiteindelijk zal worden. Maar we gaan heel goed kijken wat levert er geld op, wat kost er geld en hoe gaan we ervoor zorgen dat SLM een winstgevend bedrijf weer gaat worden waar gewoon de mensen gewoon werken en hun salaris uitbetaald krijgen en de passagiers van A naar B vervoerd worden. De verzelfstandiging van de units zijn eigenlijk al 20 jaar verzelfstandig. Alleen is er door de SLM nooit goed invulling aangegeven, omdat elke keer het belang van de SLM voorop werd gesteld. En dus dat die verzelfstandiging nu wordt ingezet, die verzelfstandiging was al heel lang geleden gedaan. En het is ook iets dat de bond al 10 jaar roept van hoe zit het met de status van die units. Toch? Want de mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Wat gaat er gebeuren? Er zijn momenten gehad dat de SLM heeft aangegeven, we nemen ze terug in de boezem van de SLM. Ze worden allemaal de afdelingen. En nu zijn we weer op het andere punt. Maar concreet hebben we dit ding al jaren geroepen. Vorig jaar was het ook al besproken in het kader van het oplossen van het vraagstuk van het pensioenfonds. Maar het is nooit meer iets mee gedaan. Het belangrijkste uitgangspunt van het herstelplan is volgens de directie het gezond maken van het bedrijf, waarbij ook de medewerkers erop vooruit moeten gaan. In dat kader is de transitie naar marktconforme koersberekening voor de lonen al ingezet, met ingang van eind juni 2022.